Is dat je uh, ook gebruik zou kunnen maken van, um, uh, 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 nou uh, ja, eigenlijk de reden waarom je toegang zou krijgen tot een applicatie, op wat voor manier dan ook, dat gebeurt in Azure op basis van uh, licenties of op basis van rollen. Um, de, de, in, in Azure heb je bijvoorbeeld een licentie nodig om als gebruiker. Verbinding te kunnen maken met Exchange om bij je mailbox te kunnen of in Teams om in te kunnen loggen in Teams of SharePoint bijvoorbeeld. Uh, maar wil jij daar als beheerder iets doen, heb je rollen nodig. Uh, nou ja, en dat betekent dus dat we uh, gebruik maken van iets dat heet Role Based Access Control. En Role Based Access Control, dat is een, uh, dat is een, uh, dat is een manier dus op basis van wat, welke rol aan jou als gebruiker is toegewezen. Um, heb jij wel of geen toegang om ja, Exchange-beheer dingetjes te doen, of, uh, of, of, of Teams-beheer dingetjes te doen? Of, en dat werkt niet alleen maar aan de Microsoft 365-kant, dat werkt ook aan de Azure Resource Manager-kant. Dus bijvoorbeeld of het starten en stoppen van virtuele machines kan ook gebaseerd zijn op een bepaalde rol die jij hebt. En nu kom je op een bepaald punt. Um, in, dit, in dit verhaal, waarbij je uh, misschien zou kunnen zeggen. Ja, dat, dat role-based access control, dat is interessant. Want daarmee, hè, uh, uh, we gaan dan uh, werken, uh, volgens het Zero Trust model. Um, in in, in, well, uh, zeg maar in security land bestaat er een Zero Trust model. En dat Zero Trust model zegt eigenlijk dat je um, alles moet blijven ver verificeren. Dus uh, check everything. Um, je moet ervan uitgaan dat je gehackt bent, uh, of dat je gehackt wordt. Vooral um, dat moet je altijd van uitgaan. En je moet um, nou ja, altijd werken met zo weinig mogelijk rechten. Uh, en dan heb je bijvoorbeeld werk je volgens het least Privilege Account en um, het uh, yeah, Just-in-Time Access-principe. Uh, dus. Um, en nou is role-based access control in Azure Active Directory... dat gaat normaal gesproken per user... of dat kun je aan bepaalde groepen toewijzen. Dus uh, stel je voor... En pak eventjes een, uh, een browser er nog bij. Hier, even een nieuwe browser openen. Dus uh, stel je nou voor dat je uh, als beheerder iets zou willen doen... Nee, dan ga je natuurlijk uh, altijd naar admin.microsoft.com uh, als, uh, als, uh, als beheerder. En die... Uh, wat je dan doet, is je gaat dan uh, naar de users toe die je hebt. En dan heb je bijvoorbeeld een uh, bepaalde gebruiker in jouw, uh, in jouw omgeving. Laten we zeggen, uh, Bruce Banner, hè, de, de hulk. Um, nou, daarvan kun je dan zeggen, ik ga naar uh, het account. En dan vinden we hier de rollen. En hier zou je onder het rolmanagement kun je vertellen dat bijvoorbeeld deze user... Um, nou, bijvoorbeeld, een, een global admin kan worden. Hè? Dan ben je het, het allermeeste binnen die hele omgeving. Of je wordt een exchange beheerder. Of jij wordt een, een, een support uh, desk uh, uh, administrator. Je kunt het ook per categorie nog bekijken. Dus bijvoorbeeld iets met groepenbeheer. Of uh, uh, office applicatie beheren. Of uh, teams beheren. Of iets met Intune. Of iets met authenticatie of identity. Dus heb je allerlei verschillende soorten rollen. Die je aan zo'n persoon zou kunnen toewijzen. Alleen wat dan hier de uitdaging van is, is dat als je dat doet, dan is die gebruiker altijd 24 keer 7 die rol. Of die daar nou nodig heeft of niet. En het Zero Trust model zegt, ja, dat kun je eigenlijk beter anders doen. Ga nou gebruik maken van just in time en just enough access. Met andere woorden, je moet er heel specifiek vertellen welke rol jij nodig hebt. Dus moet jij iets exchange gaan doen, dan moet je niet een Global Admin zijn. Dan moet jij alleen maar Exchange-beheerder zijn. Moet jij iets in Teams gaan doen, dan moet jij alleen maar een Teams-administrator zijn. En dan is Global Admin weer niet nodig. Of Exchange ook niet nodig op dat moment. Dus je gaat echt just enough access regelen. En, en dat is nog veel mooier, ook al, ook alleen maar als je die rechten nodig hebt. En dat noemen we just-in-time access. En het stukje just-in-time access binnen Azure Active Directory en ook dat just-enough access, dat wordt geregeld door een component wat we hier eigenlijk uh, aan zouden kunnen relateren. En dat heet privileged identity management. Uh, ik ga dat uitschrijven uh, op deze manier. Daar korten we trouwens af met PIM, privileged identity management. En um, wat je daarmee doet. Is het volgende? Je kunt dat alleen maar beheren vanuit de Azure Active Directory Portal. Ik ga daarvoor altijd naar aad.portal.azure.com. Dat is gewoon een subset van portal.azure.com, wat dan weer de, de hele Azure Portal is. En een van de onderdelen hier is, als je naar All Services kijkt, Azure Active Directory Privileged Identity Management. En die heb ik hier als, als favoriet aangeklikt. Dus hij staat hier ook aan de linkse kant. En wat je hiermee doet is echt dat stukje just-in-time management regelen. Dus uh, wat je dan doet is, je kunt dan eerst een keuze maken van gaan we nou rechten instellen voor Azure Active Directory of voor Azure Resource Manager. Nou deze, dus als we hier gaan kijken naar nou deze aan de die Azure Active Directory, dit gaat dus echt over rechten over Office 365 zaken of Microsoft 365-achtige zaken. Dus Teams en Exchange en SharePoint en Intune en uh, dat, soort dat soort rechten. En hieronder gaat het over Azure resources. En dan praat je over rechten die gaan over virtuele machines maken, virtual networking, database management en dat soort zaken. Dus dat is echt een, een andere manier. En die kunnen we ook nog eventueel op groepniveau aanwijzen aan mensen. Dus dat, die eerste twee hier... Dus de bovenste en de onderste van de drie. Dat doe je vaak per user aanwijzen. Maar dat kun je ook op groepniveau doen. Dus je kunt in Azure Active Directory een groep maken. Bijvoorbeeld exchange admins of zo. En daar geef je dan dat recht aan. Dat mag ook. Nou, stel je voor dat ik dat voor Azure Active Directory-achtige rollen zou willen configureren. Dan uh, kun je dat openen. Dan zitten we hier in het navigatiemenu onder Privileged Identity Management en Azure AD Roles. Dan vind je hier een hele rij met diezelfde rollen. zoals we die net zagen in dat andere lijstje. Um, nou, is dit lijstje trouwens nog iets langer, zelfs nog iets meer gespecificeerd. dan in, die, in, in deze omgeving. Um, en hier kun je dan per rol gaan aanwijzen. wie binnen jouw organisatie die rol zou moeten hebben. plus. Ook nog eens voor bijvoorbeeld hoe lang je dat bent en hoe je dat zou moeten aanvragen. Zo heb ik bijvoorbeeld dat al een beetje voorbereid. Zo heb ik hier bijvoorbeeld een rol Exchange Administrator. Die heb ik al toegewezen aan twee broeses in mijn omgeving. Um, Bruce Banner en Bruce Springsteen. En die twee broeses, die kunnen, en dat staat hier, zo staat dat hier ook: die zijn eligible for the assignment. Met andere woorden, ze zijn. Standaard niet Exchange Administrator, maar ze moeten dat voor zichzelf gaan aanvragen. En dan onder Active Assignments zie ik dan wie er op dit moment wel echt actief Exchange Beheerder zijn. Nou, dus in mijn organisatie niemand. Behalve dan de Global Admins, want die zijn alles hè, vanzelf. Dus mijn eigen object bijvoorbeeld is Global Admin en daarmee dus ook Exchange Admin. Dat zien we hier niet. Dit gaat echt puur over de rol die hoort bij. ...de Exchange Administrator, zoals je hier ziet. Maar dat dus Bruce Springsteen of Bruce Banner... ...die zijn allebei eligible om deze rol te krijgen. En dan, wat we dan kunnen doen is per rol instellingen doen... ...die iets zeggen over... Nou, ...stel je voor dat je nou als gebruiker die rol activeert... ...dan hebben we hier zien we een Activation Maximum Duration... ...en die zegt dan maximaal twee uur per keer. Of bijvoorbeeld moet jij een reden opgeven... Waarom jij dit wil, en dan moet je hier zeggen: ja, dat moet. Of heb jij moet je ticketinformatie meegeven, of heb je, als je dit wil activeren, een multifactor nodig, of uh, zit daar bijvoorbeeld een approver tussen. Dus moet iemand binnen de organisatie dat dan goedkeuren. En dan heb ik dan op deze manier ook wel geconfigureerd. Dat zijn bijvoorbeeld. Dit is een manier waarop je dus zo'n rol kunt gaan aanwijzen aan iemand. Uh, een andere rol die ik als voorbeeld zou kunnen nemen, is bijvoorbeeld de, de teams administrator rol. Dat is deze. Als ik naar de teams administrator rol zeg, kijk, dan zie ik weer Bruce Banner staan. Uh, en die heeft ook het recht om een teams administrator te worden. Op dit moment is er niemand in mijn organisatie een teams administrator. Maar in rol settings hier heb ik gezegd dat je geen approval nodig hebt. Dus, um, dus Bruce Banner kan voor zichzelf zeggen... ik word een teams admin. En dat is hij dan maximaal één uur. En daarna is die rol ook weer weggenomen bij hem. En als hij exchange administrator wil worden... dan kan hij dat voor maximaal twee uur. Maar dan moet er wel iemand anders dat goedkeuren eerst. Hè? Een beetje het vier ogen principe. Trust nothing. Uh, uh, dus verify everything. Nou, dat soort dingetjes. Hè? Dat is het zero trust model. Stel je nou voor... Dat we dit willen gaan uitvoeren. Dus, dus hoe zouden dat dan voor Bruce Banner uitzien? Nou, als volgt. Hè. Dus Bruce Banner die kan, dus, die kan gaan kijken of hij in Office kan inloggen. Dus ik ga bijvoorbeeld hier als user opgeven dat ik brucebanner.moab.ms ben. Dat is zijn username. Dan moet hij een wachtwoord opgeven. Want Bruce Banner die doet nog wel iets met, met wachtwoorden. Nou weet ik nooit zo goed. Ik vergeet altijd wachtwoorden. Nou, blijkbaar, uh, hij zegt van, hey, je moet meer informatie geven. Nou, helemaal goed. Dus Bruce Banner moet eventjes uh, iets uh, doen. Hij moet bijvoorbeeld, uh, nou, multifactor toepassen. Ik ga nu kiezen voor uh, bel me maar. Uh, dus als het goed is, word ik zo gebeld. Dat is altijd. Oh, ik heb mijn, <laughs> ja, ik heb mijn telefoontje al gemist. Dat is een beetje jammer. Uh, dus ik zeg sign in another way. Weet je wat, ik doe het wel met een tekstmessage. Dat uh, komt ook wel goed. Dan uh, heb ik uh, de tekstmessage nu gekregen voor Bruce Banner. En die ga ik even overtypen: 363977. 7. Dan zeggen we verify. Dus dat, daarmee bewijs ik dat ik het ben. Nou, dus inderdaad, bij deze gelukt. Uh, nou, hier ben ik dan. Hij zegt van: Oh, je moest meer informatie opgeven. Nou, je hebt je app en je phone, alles is geregeld. Super. Dus je kunt door, en op dat moment ben ik als Bruce Banner ingelogd. Dat zie ik hier ook staan. Ik ben hier daadwerkelijk als die gebruiker. Maar je ziet ook dat ik geen admin-componenten hier heb. Um, want ik ben eigenlijk een gewone gebruiker. En dan is Bruce Banner helemaal zielig. Die heeft niet eens een office-account. Met andere woorden, het is gewoon een user, voor de rest niks. Maar. Stel je nou voor dat Bruce Banner bijvoorbeeld Teams-administrator-achtige dingen wil doen of Exchange-administrator-achtige dingen, dan, kun je, dan kan hij ook naar die Azure Active Directory-portal toe. Als gewone gebruiker kun je hier gewoon in. Ja, het hangt er een beetje vanaf hoeveel rechten je hebt, wat je te zien krijgt. Nou, niet zo heel veel, maar Bruce Banner kan hier wel naar Privileged Identity Management gaan. En als Bruce Banner. Naar my roles kijken. En dan zien we deze lijst aan rollen. En dat zijn allemaal zoals, zoals dat al heet, eligible assignments. Dus ik kan een Teams administrator worden. Ik kan een Exchange administrator worden. Maar ik ben het nu nog niet. En dan klikken we op activate bijvoorbeeld. En bij Teams hadden we gezien als we puur als, ik zeggen, als beheerder hier naar kijken. Bij Teams staat dat er dus geen approval nodig is en dat de maximale duur 1 uur is. Dus als we dat gaan proberen, dan ga ik hier op Teams klikken, zeggen we activate. Dan zegt hij van nou oké, okay, uh, voor hoe lang? Dan krijg je dus eigenlijk, en dit is een beetje suf, als je een beetje inzoomt hier op dat, op dat schermpje, dan laat hij bijvoorbeeld niet een half uur, dat laat hij zien als nulpunt. Ja, en dan staat hier eigenlijk wel een 5 achter. Je ziet hem nu staan, alleen het schermpje is op een of andere manier niet breed genoeg. Beetje suf maar vooruit. Eh, laten we dat maar accepteren. Nou, stel je voor dat hij een uur lang deze rol wil. Nou, we hadden ook gezien dat daar een justification voor nodig was. Dus die zou iets kunnen zeggen als eh, ik, ik wil het. Eh, dat is een goed, goed argument. En dan klik je op activate. En dan gaat het systeem automatisch dit activeren. Ja, is dat dan veiliger dan iemand gewoon maar Teams beheerder maken? Nou ja, het is een kleine stap. Maar nou ja, voor een Hacker, misschien net één stap meer die hij niet wil zetten. Uh, dus dat is dan in ieder geval, uh, in ieder geval iets. Maar ja, het geeft niet echt uh, per se een, veiligere, uh, een veiliger systeem. Want ja, het wordt automatisch goedgekeurd. Uh, als dat eenmaal gebeurd is, dan zie je ook onder Active Assignments dat Bruce Banner op dit moment ook daadwerkelijk Teams beheerder is. Uh, hè, dat, dat, dus Broes Banner kijkt nu naar zichzelf. Zouden we nou hier kijken en bijvoorbeeld daadwerkelijk een refresh doen? Uh, of een... Uh, een, uh, een uh, ja, dan moet ik even iets speciaals doen. Een, uh, een harde refresh of zo, hè? of ik weet niet hoe, hoe dat hier... Uh... Nee, dat niet. Ik, ik, ja, ik werk nog niet zo lang met die Mac. Maar, <laughs> dus... Uh, hier zou eigenlijk ook een admin ding moeten komen, dus... Hij zou uit kunnen loggen. Of ik ga hem even helpen. En ik ga hier bijvoorbeeld als Bruce Banner gewoon zelf inloggen op die admin center. Dan ben ik hier. Dan zien we hier bij Show All dat daar Teams staat als beheertool. Verder niks. Dus ik kan echt alleen maar Teams beheer doen op dit moment. Maar dat klopt. Want ja, ik was ook alleen maar Teams beheerder. Zou ik nou ook nog Exchange beheerder willen zijn, als Bruce Banner zijnde. Dus ik zie Teams, die heb ik nou actief. Maar ik wil Exchange ook. Dus ik ga activate. Dan zie je dat daar een maximale duration van 2 uur stond. Dus dat kan ik dan verkleinen eventueel naar, uh, naar, uh, naar anderhalf. Oh, hij zegt, oh, voordat je dat kan doen, moet je iets meer. Dan moet je ook nog multifactoren. Nou, dan gaat hij zeggen: Oké, okay, doe nog maar een keer multifactoren dan. Nou, in dit geval doe ik het even met de Authenticator-app. Dan kan ik die op mijn telefoon. Heb ik daar ook een notificatie van bij deze? Dan vinden we het ook goed. Dus. Op het moment dat ik dat gedaan heb, kom ik hier weer terug. En dan zegt hij: Nou, je hebt inderdaad gemultifactored, nu kun je door. Uh, nou, anderhalf uur, één uur of een half uur. Nou, laten we zeggen dat anderhalf uur goed is. De reden: Ik wil dit ook. Weer een goede reden. Dan zeggen we activate. Alleen nu, in plaats van dat het systeem alles automatisch maar goed vindt, gaan we nu zeggen: Ja, we hebben de request gestuurd en er moet een approver nu iets van vinden. Nou, nou ben ik zelf die approver. Dus dan zit ik hier als beheerder. Kan ik ook naar Privileged Identity Management gaan? Ik krijg dan een mailtje trouwens hiervan. Van hé, hey, let op, Alex. Jij moet eigenlijk eventjes. Uh, uh, jij moet uh, die. Uh... Hey, let op, jij moet, uh, jij moet zelf uh, dat even approeven voor die Bruce Banner. Daar krijg ik zo'n mailtje van. Ik was eigenlijk uh, een beetje aan het wachten of dat, uh, of dat nu al snel binnenkwam. Maar, nou, duurt misschien een paar minuutjes. Maar wat ik ook kan doen, is als ik weet dat dit gebeurt, dan kan ik hier als beheerder op Approve Requests klikken. Uh, en op dit moment zegt hij van, nou, ik heb inderdaad één request openstaan. Dat is van Bruce Banner. Gaat over die Exchange Beheerder uh, uh, rol. En die zegt, ik wil dit ook. Oké, okay. dan kan ik dat selecteren en zeggen Approve of Deny. En als ik Approve klik, een reden. Uh, uh, nou, doe maar. Weet je wel, nou, goed, goed argument ook. Confirm. Dan wordt nu dus dat hele systeem wordt eigenlijk uh, uh, wordt dan geactiveerd. Nou, het duurt ook weer een paar minuutjes. Maar als dat dan eenmaal doorgevoerd is. Ja dan kijkt die Bruce Banner hier. En die kan af en toe refreshen. En dan staat daar dus zometeen ook de exchange rol bij. De Exchange Beheer tool. En dat is dan altijd tijdelijk. Want nadat dit verlopen is. En ik had gezegd maximaal een uur of maximaal uh, uh, twee uur. Dan uh, ja, dat is dan. Uh, dan, dan wordt die rol ook weer weggenomen. Dus we zien hier dat die geactiveerd is. En het mailtje wat daarbij hoort, dat is dit. Ja, dus ik krijg dit als beheerder krijg ik dit binnen: Approve or deny Bruce Banners request to activate the exchange administrator role. En dan heb je hier een linkje direct naar deze plek. En dan kun je op het juiste knopje klikken. Um, en dan heb ik hem geactiveerd. Uh, en ook Bruce Banner kunnen we bijvoorbeeld ook vertellen, hey, die Bruce Banner heeft ook die exchange Administrator rol zelf geactiveerd. Die, die is nu geactiveerd, want ik had gezegd dat het goed was. Nou, dan krijg je dat soort mailtjes, krijg je binnen. En daarmee heb je dus een mooi systeem om, nou ja, just enough access en just in time.